De hobbykoks moeten zo meteen een gastronomische versie van streetfood uit Latijns-Amerika of Azië aan de chef serveren. Ze strijden voor een ticket voor de halve finale. Stefanie heeft er al één op zak, maar ze kan dat kwijtraken als ze een steekje laat vallen. Toch neemt ze risico's. Ik dacht, oké, het idee van kippenlevers, ik wil dat daar echt wel in verwerken. Niet omdat ik er zelf zo helemaal wild van ben, maar omdat streetfood is eigenlijk arme mensen eten. En zeker in Latijns-Amerika, ik bedoel, het is ook niet het rijkste continent van de wereld. En daarom heb ik eigenlijk gekozen om met kippenlevers te werken. Maar nu moet ik nog proberen om hier zo een lekkere mousse van te maken. En dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. En eigenlijk is het misschien niet zo verstandig om met mijn ticket veel te experimenteren. Ik bedoel, guacamole maken en in een wrap steken. Koks, jullie hebben nog een half uurtje. En vergeet niet, wij willen twee gerechtjes op basis van kip, hè? Twee stuks. Dat is het eerste gerechtje. Tortilla met kip. En er ligt een bordje guacamole bij. Dus eventjes afwachten en nu naar ons tweede bordje. Nadenken hoe dat ik dat ga doen. Van, proef eens. Wacht, hè. Je moet de staartjes van eraf doen, hè. Die staartjes, dat mag niet, hè, Sarah. Ja, maar ik ga ze zo snijden, hè. Die staartjes mag niet, hè. Dan wordt mijn mama wild. Is het waar? Oké. Lekker. Het zou wel tof zijn als ik dankzij Van al haar tips een ticket naar de finale kan halen. Dat zou wel cool zijn. Bram, moet dat nog een beetje verder redden, of niet? Kun je er een klein beetje van proeven? Ja, nog verder. Hobbykoks, nog 10 minuten. Wanneer weet je dat die klaar zijn, Fangske? Doe er maar uit, want... Tweede bordje met heel veel beef. Omdat het gewoon goed op dat bord moet liggen. Twijfel is enorm. En als die twijfel begint toe te slaan, dan is het fout. Omdat ik dan zelf zoiets heb van... Carla kon het niet beter. Ik ben tevreden van vandaag. Nu alleen hopen dat de chefs dat ook zijn, hè.